Psylliumvezels of flowzaadvezels tegen schimmelinfectie. Een betrekkelijk nieuwe vezelsupplement is de zogenaamde flowzaadvezel. Het kan zeker goed werken om je lichaam op te schonen van een schimmelinfectie. Wanneer je last hebt van een schimmelinfectie is het bovenal belangrijk om je lichaam te reinigen van de overmatige candidabacteriën en voldoende vezels is daarom erg belangrijk. Voedingsvezels zorgen ervoor dat de stoelgang beter en soepeler verloopt en tijdens een schimmelinfectie is het extreem belangrijk dat de darm snel gereinigd wordt van de indringer in je lichaam. Echter, als je last krijgt van verstoppingen door te veel vezels in, is het verstandig om psyllium te nemen. Psyllium zul je aantreffen in een aantal van de bekende cornflakes en is afkomstig van een plant in Iran en India. De plant heeft kleine zaden en wordt ook wel flowzaad genoemd. Het is een bron van oplosbare vezels en versnelt de darmwerking waardoor sneller de overmatige candidabacteriën je lichaam kan verlaten. Dit komt omdat voedingsvezels onder te verdelen zijn in de zogenaamde oplosbare vezels en onoplosbare vezels en voldoende binnenkrijgen van beide is erg belangrijk. Maar bij te veel onoplosbare vezels kunnen er verstoppingen optreden of maagklachten. Naast klachten zoals een schimmelinfectie kan psyllium ook goed werken bij aanbijen, prikkelbare darmsyndroom, obstipatie en problemen met de ontlasting. Psyllium is een superbron van vezels en helpt ook goed bij het hoge cholesterol. Het grote voordeel van psyllium is dat het niet zo taai en zwaar is als bijvoorbeeld lijnzaad en daarom goed te combineren is met een glas water of met bijvoorbeeld mager yoghurt. Een half tot een heel theelepel flowzaad per dag is voldoende en zorgt ervoor dat je lichaam zich sneller kan ontdoen van de candidagist via een gezonde darmwerking. Daarbij zorgt psyllium er ook voor dat de colon gezond blijft en soepel, waardoor de krampen of maagpijn afneemt. Vandaar dat psyllium thuis hoort in het candida-dieet en raad ik zeker aan als je maagklachten hebt. Voor meer informatie over flowzaadvezels tegen schimmelinfectie, lees dan alle tips op de blog.